Ja, een onmerkelijk moment tijdens de wedstrijd van Almere City tegen Go Ahead Eagles gisteren. Na de 1-0 van de Almeerse speler Cheyenne Harrison vangt hij een biertje die uit het publiek wordt gegooid en dan neemt hij meteen een slok. Ja, het fragment is inmiddels al bijna 40.000 keer bekeken op Twitter en wordt gedeeld via verschillende voetbalnieuwsites. Ja, het gaat dan, zoals je dat noemt, viraal of viral. In de studio Martijn de Groot, die Almere City namens de omroep op de voet volgt. Ja, Martijn, goede vangst van Cheyenne Harrison. Heb je het eigenlijk gezien? Nou, gedurende de wedstrijd niet. Het ging allemaal zo snel natuurlijk, in een split second. De vreugde was groot na die 1-0. Hè. De wedstrijd verliep stroef. En Almere kwam eigenlijk onverwacht voor op 1-0. Venema bediende Harrison. Ja, en zij vierden die goal hartstochtelijk, zoals je ziet. Vlakbij het uitvak. Ja, en die Eagles supporters, die waren natuurlijk gefrustreerd. Eentje die vond dat wat minder. Dus die gooide zo'n plastic bekertje richting Harrison. Ja, die ving hem, hè. En hij nam gelijk een slok. Ja, dan moet je ook maar durven. Het komt uit het uitvak. Je weet niet wat erin zit. Ja? Nee, precies. Het kan ook een hele andere gele vloeistof zijn geweest. Nee, maar het was vandaag een beetje het gesprek van de dag. Het ging meer over die actie van Harrison dan over de wedstrijd zelf. Ja, want het werd 1-1 uiteindelijk. Ja, niet noemenswaardig verder. Maar hij is een beetje de held, hè, nu op internet. Hij ging inderdaad viral. Veel voetballiefhebbers die kunnen dat wel waarderen. Toffe actie, zelfs ook van de Eagle-fans wordt dat uitgesproken. Een echte Engelsman wordt er gezegd. Er wordt gezegd van, nou, we hopen niet dat dat die beker was volgepist. Dat werd er ook gezegd. Maar we kunnen het beter aan hem zelf vragen. Want Cheyenne Harrison, de spits van Almere City, hangt even aan de telefoon. Good afternoon, Cheyenne Harrison. Nou, hij zou er moeten zijn. Cheyenne, are you listening? Hallo? Oh, wat gaat er nou toch mis? Hoe kan dat nou, jongens? Are you there, Cheyenne? Nou, we hebben hem. Hij hangt, maar hij hoort ons denk ik niet. Gaan we nog een keer proberen. Dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Maar het werd dus 1-1 uiteindelijk. Dus dit is eigenlijk het enige noemenswaardige wat er gebeurd is misschien wel. Nee, er is heel veel gebeurd tijdens die wedstrijd van Almere City. Het was 0-0 bij rust, gebeurde niet zoveel. En Go Ahead Eagles kreeg op een gegeven moment een tweede gele kaart. En toen kwam de wedstrijd een beetje tot ontbranding. Onterechte tweede gele kaart trouwens. En toen kwam Almere dus op voorsprong. En heb je hem inmiddels aan de lijn? I think we have him. Hello, Cheyenne. Hello. Hi. You can listen to Martijn. Good afternoon, yeah. Cheyenne. Do you hear me? Good afternoon, yes, I hear you. Can you describe your action after your goal yesterday? Because it went viral, eh? Yeah, I know. I seen it on social media. Crazy. Now you're famous now, eh? Yeah, I think so. Yeah. It was. I don't know. I remember celebrating with my teammates, and then I see something in the sky coming towards my face. So I realized it was a cup of beer. And luckily, I managed to catch it. And then I thought it would really annoy the Go Ahead fans if I caught it and had a little drink. Was it pure luck, this catch? No, this was not luck. I'm a very good catcher, so this is normal for me. And you drank immediately, eh? Are you in normal life? You're a beer drinker. No, this was the first time, but it was very nice, if I must say so myself. Yeah, how did it taste? Yeah, it was good. I spilled a lot of it on my t-shirt, so I smelled of beer for the rest of the game. Yeah, it was beer, right? It was not another yellow liquid. No, please don't say this, I hope not. You need to get a shot. Yeah, I know. I'd be in for a bit of a surprise, huh? Yeah, Cheyenne, I'm going to translate it a bit because not everyone speaks English. We'll get back to you in a moment. Hij ving het eigenlijk gewoon op. Hij zegt, ik kan hartstikke goed vangen, maar het was eigenlijk, hij is niet zo'n bierdrinker, vertelde hij. Dus het was echt wel een soort lucky shot om hem uit de lucht te grijpen. En hij is dus nu overal wordt hij herkend. Ja, yeah. Cheyenne, are you surprised that this went viral? A little bit, yeah. I didn't really think anything of it at first, and then I saw it popping up on social media a lot, and it just happened really quickly, so it was a bit of a surprise. Yeah, and it was the talk of the town today. What did your teammates say to you today? Yeah, they were having a laugh and a joke about it. They enjoyed it as well. They thought it was quite funny, so yeah, that's good.
I think there's Ellie Ale. There's a brand of beer. Maybe they should make a Cheyenne beer for you. Maybe. I think they should put the picture of me catching it as the logo. What do you think? Yes, I think so. And when you're when there are no subs anymore, maybe you can be the keeper if they need a goalie. Yeah, I think I might have to be the substitute goalkeeper. Yeah. If it goes wrong. Yeah. Well, Cheyenne, thank you very much for talking to us. Ja, dat was Cheyenne. En hij zei ook van, ja, als er straks natuurlijk geen wissels meer zijn en ze hebben een keer een keeper nodig, dan kan hij gewoon de vervanging zijn. Ja, Martijn, ja, hij is net nieuw, hè, bij de club eigenlijk. Ja, hij kwam afgelopen zomer over. Zijn laatste club was Melbourne. Hij was verhuurd door Tottenham Hotspur, grote club uit Engeland. Daar heeft hij in de jeugd gespeeld. En nou, hij is deze zomer dus opvallend aangetrokken door Almere City FC. Transfervrij, maar hij doet het heel goed momenteel. In de eerste 10 wedstrijden heeft hij al 6 doelpunten gemaakt. Is hij daarmee ook topscorer van de club? Ja, ja, hij is clubtopscorer. En in overal staat hij op de tweede plaats. Dus ja, hij doet het heel goed. Ja, en wat hij gisteren heeft gedaan, maakt hem helemaal populair nu. Ja, ja, en er is dus een Ali-biertje wat geserveerd wordt op de club. Maar misschien dat er dan wel een biertje voor hem komt. En hij zegt ook van, dan kan het etiket met mijn foto erop. Precies. Ja, hij doet Shane goed aan marketing. Hartstikke goed. Ja.